De permanente locatie van het asielzoekerscentrum in Enschede is bekend. Het college kiest voor een bedrijventerrein aan de Parkweg tussen de Singel en het havengebied. Op de oude plek van kooi-isolatie worden straks 550 asielzoekers opgevangen. Dat is ook die plek waar ooit de coronateststraat zat, daar aan de Parkweg. En de eerste bewoners die zijn er waarschijnlijk voor de zomer van 2024. Collega Wilco Lauwers die volgde dat proces vanaf het begin eigenlijk, hè Wilco? Ja, we waren er vroeg bij. Ja, nou ja, en je zat al een beetje na te denken. We hebben hier ook eerst wel eens over gesproken. Waar zou het nou kunnen komen? Het hoge woord is eruit. Was het een beetje wat je verwacht had? Verrast? Ja, ik ben niet verrast voor over deze locatie. Ingewijden die weten dat dit altijd een serieuze optie is geweest. Hè? Want het is zelfs eerder aangeboden als opvang voor Oekraïners. De eigenaar Jan van Eck heeft dat destijds gedaan. Jan van Eck is ook van Vliegveld Twente evenementenlocaties, die nu de hangar heeft waar de noodopvang in zit. En ook de Twentehallen, waar eerder ook al eens asielzoekers zouden worden opgevangen. Dat is toen niet doorgegaan. Dus nee, verrassend is het niet. Het zong ook al een tijdje rond in de buurt. En we hebben heel lang in de bosjes gelegen met verrekijkers. Of er beweging te zien was. Nee, het was en zeker nog, we hebben het zelf ook al wel eens genoemd. Hè? Ik wil daar toch even aan terugdenken. Die hangar is natuurlijk een ideale plek. Maar ga je verder kijken. Ja, diezelfde ondernemer heeft ook ergens anders in de stad nog wel een pand aan een Parkweg. Dat staat ook leeg. Ik sluit niet uit dat het die kant op gaat. Want hoeveel panden zijn op dit moment waar je zo even 550 mensen kwijt kan? Nou, dat zijn er niet heel veel. Jan van Eck. Weer een pand wordt er vaak genoemd. Maar ja, daar is weer een nieuwbouw gaande. Dus ja. Ja, toch zit toch iets van een waarzegger in je, Wilco? Ja, of was het gewoon er wat meer mee gaan doen, denk ik. Rekensommetje toch aan het einde van de dag. Uiteindelijk wel. Kijk, en ik moet in alle eerlijkheid ook zeggen dat het hier ging over de tijdelijke noodopvang. Daar hadden we het even op dat moment over. Dit was 4 juli, die uitzending. Toen moest er nog een locatie worden gezocht voor een tijdelijke noodopvang in aanloop naar deze permanente locatie. Ze moeten ergens worden opgevangen, dat moest direct gebeuren. Dat was de afspraak met het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Nou, ik dacht toen van dat gaat niet op de luchthaven gebeuren, want bij die hangar, want ze hebben daar al meerdere keren eigenlijk een belofte gebroken aan de omwonenden van dat het daar zou stoppen. Daar heeft eerder noodopvang gezeten, daarna een crisisopvang die meerdere malen is verlengd. Ja, dat is dus uiteindelijk toch nog één keer weer gebeurd. Dat had ik niet helemaal in gedachten dat pest zou gebeuren. Maar het Esmakenveld was, of nee, niet Esmakenveld zeg ik. Wethouder Hosmanpark in Noord, waar wat voetbalverenigingen zitten. En deze stonden wel hoog op het lijstje. En dat is gewoon een simpel rekensommetje. Je kijkt welke grondposities de gemeente heeft. Of partners die nou betrokken zijn met de gemeente. En dan ga je kijken van waar zou het kunnen. Moet natuurlijk wel een beetje passen. Ja. Ja, maar goed, uiteindelijk moet je een keuze maken. Hè? We weten natuurlijk uit het verleden dat soms ook tot heftige reacties kan leiden. Ja. Ja, hoe werkt dan uiteindelijk de keuze? Hoe wordt die gemaakt? Ja, je gaat eerst kijken waar het überhaupt mogelijk is natuurlijk. Hè? Je gaat alle locaties van een gemeente af. Waar zou het kunnen? Of die nou van jou zijn of van een particuliere eigenaar, dat kunnen bestaande panden zijn, dat kunnen gronden zijn. De gemeente heeft daar wel allerlei lijstjes voor. En ja, zo kom ik daar natuurlijk ook op. Ik heb die lijstjes ook met panden en met gronden. Maar je moet nog naar veel meer andere zaken gaan kijken. Naar de ligging en de buurt. En het vliegveld was overigens uitgesloten. En ook de nabije omgeving van het vliegveld. Dat was nou een echt duidelijke afspraak naar de omwonenden. We hebben vanmiddag gesproken met wethouder Jeroen Diepemaat. En die heeft ons ook meer verteld over hoe die keuze tot stand komt. Het is altijd even een zoektocht. Hè? Want we hebben het over een locatie voor 550 vluchtelingen. Dus je zoekt wel een plek die ook de ruimte daarvoor biedt. We zijn begonnen met een lijst van 75 potentiële locaties. En die hebben we langzamerhand gefilterd naar deze ene locatie waar de keuze op gevallen is. Dus dat was een zoektocht, maar een zorgvuldige zoektocht. Nou, we hebben eigenlijk die lijst van 75 locaties eerst getoetst op allerlei criteria. En dan kun je denken aan technische voorzieningen, past het, omvang, nou, noem het allemaal maar op. Dan vallen er al best wel een aantal af. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat we er nog 10 over hadden. Die hebben we daarna getoetst op bijvoorbeeld veiligheid, inpasbaarheid in de omgeving. Toen zijn er nog een aantal afgevallen. En uiteindelijk zijn er nog een aantal locaties afgevallen omdat daar bijvoorbeeld de aansluitingen te veel tijd kosten, dus de nutsvoorzieningen. En een andere omdat die gewoon simpelweg niet beschikbaar was. Dus uiteindelijk hebben we een aantal geschikte locaties overgehouden waar deze
als laatste overbleef. Uiteindelijk is het aan het COA om dat in te richten. Want die gaan dat doen en die doen ook de bouwwerkzaamheden. Wij zitten daar als gemeente vooral in onze publiekrechtelijke rol om de vergunning te verlenen en te toetsen. Maar ze gaan waarschijnlijk worden een aantal hallen gesloopt. Worden daar met modulaire wooneenheden worden de woonverblijven gebouwd, zoals dat ook op andere plekken wel bekend is. En komen er in de kern nog een aantal voorzieningen, zoals bijvoorbeeld kantoren, speelplekken voor kinderen, eetgelegenheid, et cetera. Hoe dat precies allemaal ingericht wordt, nou, dat is nog onderwerp van gesprek. Maar we weten in ieder geval dat het in deze omvang en hoeveelheid daar goed in te passen is. We hebben de afspraak gemaakt voor 5 jaar met de staatssecretaris en het COA. En om precies te zijn is de einddatum juli 2028. Dus die 5 jaar die ging in vanaf het moment dat de noodopvang op luchthaventerrein is gestart. Nu kan ik me voorstellen met een asielzoekerscentrum in de buurt dat er zorgen zijn uit de buurt. Hoe gaat de gemeente daarmee om? Nou, dat kan altijd. Om die reden hebben wij zoveel mogelijk direct omwonenden, de bedrijven hebben we gebeld. Ik heb er daar een heel aantal ook zelf van gebeld om de boodschap te vertellen. En verder hebben wij een telefoonnummer, een e-mailadres. We gaan mensen uitnodigen voor inloopbijeenkomsten om eigenlijk zoveel mogelijk ook met elkaar te delen, te vertellen over de plannen, vragen te beantwoorden, maar ook afspraken te maken over hoe we verder met elkaar die communicatie in gaan richten. Wij proberen altijd om zo goed mogelijk iedereen te informeren. Het lastige is dat zodra je begint met informeren, ja, gaat het ook de buitenwereld in. Dus je moet dat gewoon in korte tijd doen. Daar hebben we ook lessen van geleerd uit vorige keren. Het is aan anderen om te beoordelen of dat goed hebben gedaan. We hebben in ieder geval ons best gedaan. En ik ben daar nu tevreden over. Want we hebben dat in ieder geval goed kunnen doen volgens het plan wat we hebben gemaakt. Nu kan de gemeenteraad nog wensen en bedenkingen uiten. Ja. Is dat niet meer dan een formaliteit? Kunnen ze nog iets veranderen? Nou ja, dat gaat uiteindelijk wel over bijvoorbeeld de inrichting van het terrein, de afspraken die je maakte. Nou ja, alles wat je kan verzinnen, daar kan en mag dat over gaan. Dus dat is ook aan de raad om daar ons het nodige mee te geven. En dan gaan wij proberen om dat netjes uit te voeren of daar afspraken over te maken, naar gelang het onderwerp wat betreft. Maar de locatie aan zich? Nou, we hebben de afspraak gemaakt. Zo is het ook in de motie van destijds vastgelegd. Het college wijst de locatie aan en stelt vervolgens de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen te uiten. Nou, dus dat is waar we nu in zitten. Maar goed, dat is nog niet echt een antwoord over of die locatie blijft gewoon die locatie. Ja, die blijft gewoon een locatie. Dat is, ja. De gemeenteraad heeft dit ook gewoon echt uit handen gegeven. Hè? De wethouder noemde de motie. Dat is een motie. Ja, dat betekent gewoon bij het vrijwillige aanbod van die asielzoekersplekken, die opvangplekken, is gewoon gezegd, het college kiest gewoon een locatie uit. Daar gaan wij als gemeenteraad verder niet meer bemoeien. Alleen wensen en bedenkingen. Ja, sommige mensen denken dat bij wensen en bedenkingen dat je nog van alles kunt veranderen. Maar het woord zegt het al. Je mag wat zeggen en of er wat meer wordt gedaan. Ja. Het kan best zijn zeggen, nou ja, we nemen de kennisgeving aan en we doen er niks mee. Dat zou kunnen. De wethouder had het over het communicatieplan. Hè? Ja. Die zegt, iedereen mag er wat van vinden. Wat vind jij ervan? Ja, het is nooit een goede manier om te communiceren dat er een asielzoekerscentrum in je achtertuin komt, bij wijze van spreken, hè, of naast de deur. Dat geldt ook voor heel veel andere zaken, hoor. Windmolen, weet ik veel, kerncentrale. Hè. Ik denk dat bij heel veel ontwikkelingen een opvang voor verslaafden, dat niemand daar in de directe omgeving op zit te wachten. Het is nooit een goede manier om iets zoals dit te communiceren. Nee, maar hij zegt eigenlijk ook van, ja, we moeten in een heel kort tijdsbestek. Want het ligt op het moment dat je die inwoner een brief stuurt, dan ligt het ook zo bij de pers. En dan komt het weer op die manier naar buiten, terwijl wij de regie willen hebben als gemeente. Ja, en de gemeente moet denk ik dan ook begrijpen dat je eigenlijk de regie maar zeer beperkt hebt. Hè? Want we zeiden het al, als ik al bijna 2 weken weet dat deze locatie het wel eens gaat worden. Ik heb het alleen niet keihard kunnen krijgen, maar het zinkt natuurlijk rond. Het gaat overal rond. En in dit geval hebben ze nog redelijk, vind ik, dichtgehouden. Maar er zijn pas vanochtend omwonenden ingelicht met een briefje in de bus. Kijk, ik weet niet of dat een hele persoonlijke manier van informeren is. Hè. De meeste mensen zijn naar hun werk. Hè. Ze willen juist voorkomen dat mensen dan uit de pers dingen gaan vernemen. Maar ja, als je vanochtend om 10 uur een briefje in de bus krijgt, de meeste mensen gaan naar hun werk. Die hebben misschien het nieuws nog niet gezien. Of die worden daar nu
over bericht van hey, is dat niet bij jou in de buurt? Ja, dan horen ze het alsnog via de pers. Ik heb persoonlijk, zo vind ik altijd, ik hou meer van openheid. Ik zou zeggen, doe het met een vergadering waar je bij een heleboel mensen uitnodigt. Ook de buurt, de raadsleden, de pers. Vertel vooraf niet per se waar het over gaat. Ja, dat lijkt natuurlijk uit. Maar ik hou wel wat meer van openheid. Maar ja, het is nooit een goede manier. Maar ik denk dat ik heb ook nog geen klachten hierover gehoord. Dus, persconferentie zou jij ook niet gek vinden waar de buurt dan weer bij uitgenodigd. Ja, maar ja, dat hebben ze nu feitelijk gedaan vanmiddag. Maar dan hebben ze de buurt van tevoren nog even ingelicht. Ja, dat is zo. Ja. Maar als je iedereen gelijktijdig informeert, voor zover dat mogelijk is, ja. Ik wil niet zeggen dat dit per se slecht is. Ik heb ook hier niet echt klachten over gehoord. Nee. Maar ja, dus het gaat nooit helemaal volgens iedereen zijn wens. Blijft een ingewikkeld. Ja. Maar dat geeft de wethouder ook wel aan, volgens mij. In die zin, even trouwens over buurtbewoners, reacties. Ik zei al even in het verleden, S. Markerveld, je noemde hem per ongeluk. Maar daar kennen we natuurlijk dat de mensen die daar omheen wonen heel heftig vonden. Verwacht je dat soort dingen nu ook? Nee. En in S. Markerveld, terwijl je benoemd bent, denk ik ook daar. Dat is ook echt een voorbeeld. Daar hebben ze ook lessen van geleerd. Er is ook een rapport over verschenen destijds. Waar communicatie volledig mis is gegaan. Hè. Daar hadden ze eigenlijk, ik zeg het nu even uit mijn blote hoofd, maar hadden ze eigenlijk S. Markerveld min of meer al in beeld als locatie daar zou moeten komen. En ze hebben een hele lijst met allerlei locaties opgesteld. Hebben ze ook gedeeld overal. En iedere keer werd dat minder. En toen kwam opeens via uit dat het toch S. Markerveld werd. Terwijl het voor mij op een andere lijst ineens weer weg was. Dat was een hele rare manier van communiceren. Daar is ook over gezegd, dat moet je nooit weer doen. Daarvan heeft het college nu ook gezegd, wij gaan in alle stilte, gaan we één locatie aanwijzen. Die wordt het ook, we weten zeker dat die het is. En dan gaan we naar buiten. Ja. Dus in dat opzicht is het wel gewoon een duidelijk signaal. Nou, verwacht ik de protesten zoals destijds bij S. Markerveld. Zoals varkenskop en zo weer aan die hekken gangen. Dat was hele heftige protesten vanuit Dolvia tegen gemeente bijvoorbeeld. Dat is nog een actiegroep die destijds... Ja, nou ja, goed, je zet dat dus wel midden tussen volkswijken. En daar zet je een asielzoekcentrum neer waar altijd wel zorgen over zijn. Ook over de veiligheid langs een route van schoolgaande kinderen. Je kunt je best voorstellen dat daar heel veel zorgen toen over waren. En dat mensen dan denken, hé, wat gaat hier gebeuren? Ik verwacht dat hier toch minder. Kijk, de noodopvang op het vliegveld was natuurlijk, heb je bijna niks over gehoord. Natuurlijk, ook daar zijn omwonenden. Maar zijn er relatief weinig. Hè? En ook die maken zich zorgen. Want ik lees ook die verslagen wel van dat NOBE-overleg wat die mensen die in die buurt wonen hebben. En dan hoor je ook wat dingen. Dat mensen in de tuinen ineens staan of op het erf lopen. Hoeft niet per se kwaadwillend te zijn. Dat zeg ik ook bij niet altijd zo. Maar ook diefstal in Londen, in een dorp, dat gebeurt wel. Dat die zorgen er zijn. Maar daar wonen minder mensen. Dus de rest van de stad maakt het eigenlijk dus niet zo heel veel uit. Dat zal hier niet heel veel anders zijn. Het ligt vrij geïsoleerd. Leuk trouwens, isolatiebedrijf. Ligt vrij geïsoleerd. Not intended, dat hoor ik wel. Verzinnen ze te plekken, schudden ze uit de mouw. En het ligt vrij geïsoleerd tussen aan de ene kant de Westerval, de oprit naar de snelweg. Ja. En daarachter ligt Patmos, Volkswagen. Maar het voelt ver weg. Aan de andere kant Twekkelenveld, waar nog een spoorlijn tussen zit, voelt ook best wel ver. En in dit stukje, het zijn bedrijven, het is weinig cohesie in dat gebied. Dus het voelt eigenlijk niet alsof dat heel erg reuring gaat geven. Ja. Maar ja, dat weet je nooit. Om dan nog maar een soort van bruggetje te maken. Een kooi. Hoe gaat het eruit zien? Zeg maar. Ja, dat is wel lastig. Zeiden de wethouders. Hè, we hadden gesprek met meerdere wethouders vanmiddag. Zeiden ook wel dat het lastig te zeggen is. Omdat daar gewoon het COA over gaat. En die maakt afspraken met de eigenaar. En dat is Jan van Eck. De gemeente regelt straks alleen nog de vergunning. Volgens de normale procedures moet een vergunningaanvraag komen. Het zal niet in een bestemmingsplan overigens passen, maar daar hebben ze weer andere trucjes, wil ik zeggen. Maar er zijn gewoon juridische instrumenten voor. Voor tijdelijke woningbouw hoef je niet een bestemmingsplanwijziging te vragen. Een beetje technisch verhaal. Hoe het eruit gezien, waarschijnlijk met niet chalets, maar modulaire bouw is dat. Hè? Gewoon wat we eerder ook zagen op het Diekman bij het ACC destijds. Van die gestapelde bouw is het eigenlijk. Van die kant-en-klare woningen. Je ziet het overal wel verschijnen. Een soort keten. Denk ik iets te oneerbiedig. Het is wel echt een woning. Ja. Hè? Het is wel een luxe chalet, zou je bijna kunnen zeggen. Maar je kunt ze stapelen. Ja, maar wat er nu dus staat, want er staan nog wat bedrijfspanden. Ja. Dat moet daarvoor wijken. Dat gaat naar mijn weten gesloopt worden. Ja, grotendeels. Waar nu zeg maar de vloerenzaak in zit, de couponhal. Die
Kan sowieso daar nog wel even blijven begeven, omdat hij wel lange contact heeft. Maar het einde van dat pand, dat moet ook leeg. En daar komen wat andere voorzieningen. Ik begreep zelfs iets. Ik hoorde al iets van een fietsenwerkplaats en een soort conciërgeruimte. Dat blijft staan, dus dat gedeelte. Maar de rest zou er wel eens af kunnen gaan, ja. Maar als in dat moet leeg, die panden staan nog niet leeg? Of, want... Nee, er zitten nog huurders in. Ik zeg, in het filmpje wat we net lieten zien, zei ik ook dat ze leeg staan. Ja, ze staan gedeeltelijk leeg. Maar er zijn gewoon vijf, voor mij in totaal vijf huurders. En ik heb met een paar ook gesproken. En die hebben onlangs, een tijdje terug, al te horen gekregen dat ze per 1 januari daar moeten vertrekken. Zonder verdere reden, hè, dus zonder dat dan asielzoekerscentrum gaat komen. Maar ja, dat is de optelsom die je dan maakt. Maar die moeten weg per 1 januari. En die hebben nog niet direct zo'n aanonder komen. En dat is ook lastig als je een grote meubelzaak hebt. Of je hebt een aanhangerbedrijf. Of je doet in Amerikaanse auto's. Dat zijn bijvoorbeeld bedrijven die er zitten. Ja, vind maar even zo'n ander pand. Maar dat kan juridisch gezien dat ze er dan voor dit soort redenen door, in dit geval Van Eck, die de eigenaar is, nou ja. In die zin kun je zeggen, ze weten het. Hè? Want er is een wat kortere huurafspraak. Dat kan volgens mij per jaar of zo worden opgezegd. Het is niet een langjarig huurcontract. Maar ja, het blijft natuurlijk... Ingewikkeld voor hen zelf. Ingewikkeld om toch vrij korte termijn wat te vinden. Ja. We hebben nu natuurlijk de noodopvang nu nog op het vliegveld. Daar zitten om en nabij ook 550 mensen. Die gaan nu verhuizen dan? Of hoe werkt het? Gaat dat sluiten? Maximaal 550. Ik heb me ook wel eens laten vertellen. Ja, we wil helemaal niet zeggen dat daar de 550 zijn. Sowieso niet aan opvangplekken. Maar mensen die wonen, die zijn ook vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Ze hoeven daar niet eens te zijn. Ze kunnen ook bij vrienden verblijven. En dat gebeurt schijnbaar ook regelmatig. Dus dat er niet eens 500 zijn, bij wijze van spreken. Dus ook dat hoorde ik laatste keer van het COA. In ieder geval, die zitten daar nu. En de bedoeling is dat die wel mee gaan verhuizen naar deze nieuwe locatie. Of het allemaal in één keer gaat. Ik heb geluiden gehoord. Maar ja, dat is een beetje vaag nog. Dat het niet allemaal in één keer overgaat. Maar in ieder geval, het is wel de bedoeling dat die mensen vanuit de noodopvang doorgaan naar de permanente opvang aan de Parkweg. Ja. En dat ze daarna ook in Enschede gaan blijven. Sommigen hebben al een status, een verblijfsvergunning, zijn statushouder. En die gaan op zoek naar een woning. Anderen die zitten daar nog op die verblijfsvergunning te wachten. Maar zodra ze die hebben en die woning hebben, is de bedoeling dat ze in Twente of Enschede, maar in Twente worden geplaatst. Ja. Hey, en dit blijft dan ook bij die 550. Want het aanbod van de gemeente aan het Rijk was natuurlijk ooit, hè, laten we een deal sluiten. Wij willen wel asielzoekers opvangen, want er is natuurlijk nood in het land. Ter Apel loopt vol, het land moet iets. Ze zeggen van, nou, wij willen wel 550 asielzoekers opvangen, maar dan is dat ook de max. Ja, dat is de afspraak. En als daar niet aan wordt gehouden, dan zit er een onbindende voorwaarde in het contract. Dat is wel zoals ik het heb gelezen. Nou ja, dan gaan ze eerst met een tussenpersoon praten. Om te kijken of een mediator of gepraat kan worden. Maar in principe is een onbindende voorwaarde maximaal 550 en niet meer. Let wel, maximaal 550 reguliere asielzoekers. Ja, we hebben het niet over Oekraïense vluchtelingen. We hebben het niet over Oekraïense ontheemden, zoals het ook wordt genoemd. En we hebben het ook niet over de statushouders, de plaatsing van statushouders. Ik heb nog één vraag. Dat is gewoon, wanneer gaan we nou hier iets zien gebeuren op dat kooiterrein? Ik denk dat al snel na 1 januari dat met slopen begon wat sterker nog. Ik heb al gezien dat achter op het terrein nog wat romdiloos zou worden afgebroken. Door de eigenaar zelf heb ik wel laten vertellen. Ja, je moet ook daarop besparen natuurlijk, op die kosten. Ik denk vrij snel na 1 januari gaat de sloop daar echt beginnen. En de verwachting is dat de eerste kant-en-klare woningen in maart arriveren. Maar voor de zomer gaan dan de eerste bewoners erin. Dankjewel.